Hey, een bekend gezicht. AWB, waar zit je nu? Ja, ik ben nu voorzitter Detailhandel Nederland en op deze belangrijke dag ook graag aanwezig. U was hele lange tijd bij de AWB en een enorme voorvechter van elektrisch rijden. Ja. Hoe gaat het met het elektrisch rijden in uw visie? Nou, ik had graag gezien dat het sneller was gegaan. Maar wat er nu aan het komen is, een andere type auto's, veel breder neergezet. Ja, dat gaat denk ik ons in de komende jaren heel veel vreugde geven. En dan ga je echt zien dat elektrisch rijden een alternatief wordt voor de diesel, voor de gewone benzineauto. Ja. En dat we hem echt vaker gaan zien in het straatbeeld. Je was wel een beetje een voorloper toen, hè? Toen jij ermee begon en die eerste snelladers neerzetten en zo. Binnen zo'n organisatie van de AWB, wat vonden ze er toen van? Nou ja, ze keken natuurlijk allemaal wel een beetje op van waarom doet hij dit nu? Ik heb erin geloofd. Ja. Je kan natuurlijk ook in iets geloven wat later blijkt niks te zijn. Maar gelukkig blijkt het iets te zijn. En uiteindelijk heb ik ook de support gekregen. En ik hoop dat mijn opvolgers dat voortzetten. Ja, nee, maar die lopen lang zo snel niet als jij. Jij was echt gewoon een voortloper op dat gebied. Nu heeft het kabinet wel progressieve plannen gemaakt, hè? 3 miljoen auto's in 2030, 1,8 miljoen laadpalen. Gaat dat ook echt? Heb je ook het idee dat daar ook echt passie achter zit, dat het ook echt gaat gebeuren? Nou, ik denk dat iedereen wel ziet dat die energietransitie, dat menens is. Ja. En elektrisch past in die energietransitie. En of het nou 3 miljoen zijn, 2,5 miljoen of 3,5 miljoen, de richting is goed en laten we daarvoor gaan. Ja. Heel mooi. Wat rij je nou zelf? Nou, bijna mijn eerste elektrische. Oh, de Model 3 heb je besteld? Die is besteld, maar of die geleverd wordt, I don't know. Ja, het gaat zeker geleverd worden. Maar echt, als je nu een elektrische auto wil, een beetje groeien, 1 jaar wachttijd. Ja, dat is enorm. Dus dat geeft ook aan dat het lastig is om het te maken. Maar de vraag is er en dat is heel goed. Oké. Model 3 Tesla, komt eraan van meneer Van Woerkom. Dankjewel.